Goedendag, je kijkt naar de weersverwachting van Weerplaatsen.nl. Op de satellietfoto's bijna geen bewolking te ontdekken boven Nederland, maar er zit toch wel degelijk een hele dunne laag met laag hangende bewolking. Het is hier in de ook mistig, nevelig, vroeg in de ochtend, maar in de loop van de ochtend wordt dat allemaal beter. De zon zorgt ervoor dat er gaten in de bewolking ontstaan en uiteindelijk gaat op steeds meer plaatsen de zon schijnen. Alleen in het oosten en zuidoosten is de bewolking wat hardnekkiger. In het westen, noordwesten de meeste zon, blijft overal droog en vanmiddag staat er een stevige noordoostenwind, 3 tot 4 bovenvoor, soms een kleine 5, maar waarbij wordt het 20 tot 22 graden. Vanavond brede opklaringen, dan blijft het overal droog, maar in de nacht neemt de wolking weer toe en morgen overdag hebben we dan uh, wolkenvelden in het noorden en oosten. Daar de grootste kans op wat regen en richting het zuidwesten komt er steeds meer ruimte voor de zon, met in Zeeland de meeste zon. Temperatuur morgen een graadje naar beneden en opnieuw een stevige wind. Maandag neemt de wind af, draait dan naar oost, en dan kan er nog een enkele bui vallen, maar de zon schijnt ook van tijd tot tijd. Maandag 20 graden. Maandag aan het einde van de dag stroomt warmere lucht het land binnen, en dinsdag wordt het dan plaatselijk 24 graden. Ik ben Michiel Severin van weerplaza.nl.